De afgelopen jaren is hij de huiskat en kroegtijger van het Tielse Korenbeursplein geworden. Vorige week raakte kater Lotte van 8 jaar zwaar gewond in een kort gevecht met een hond. De kosten om het beestje weer op de been te helpen bedragen zo'n 2000 euro. Baasje en kok van restaurant Olijf, Erwin Venema, is een inzamelingsactie begonnen. Nou, toen ik hier donderdag aan het einde van mijn werk aan het opruimen was, stond ik even met een bekende van mij te praten. Die had een hond bij zich. En toen kwam mijn kat even bij die hond kijken en die had een kort conflictje. Waarbij de kat werd gebeten. En, helaas is hij daar ernstig gewond door geraakt. En gelukkig na een hele langdurige operatie is hij gered daardoor. Lotte is eigenlijk een beetje het symbool van ons plein hier. Ik werk hier bij Casper, bij Olijf, bij de beurs. En het is eigenlijk onze bedrijfskat. Hij loopt hier altijd, is hier lekker op het terras aanwezig, in de kroeg aanwezig. En het is zo'n publiekelijk symbool geworden dat er zoveel mensen hadden aangeboden om te helpen. Bij te dragen aan de operatie. Het is nogal een kostbare operatie. En daardoor hebben we bedacht om toch een soort van crowdfunding op te zetten eigenlijk. Alle bijdragen zijn welkom. Alleen maar liefde voor iedereen die geld wil geven. Lotte is te vinden op zijn eigen Facebookpagina. Je kan hem ook toevoegen als vriend. Als je op zoek op Lotte Korenbeursplein, dan vind je hem meteen en dan vind je daarop ook alle informatie.